voor zo'n actieprogramma in Rotterdam, hè? Hoe weet je of het iets oplevert? Ja, ja, die vraag wordt vaak gesteld. En inclusie is natuurlijk ook iets wat lastig te meten is. Het zijn geen huizen die je bouwt die je daarna kan tellen en zeggen van nou, dat is gelukt. Maar we meten eigenlijk op verschillende manieren. We hebben, wat kwam eerder in het gesprek ook al aan bod. We hebben een monitor waarin we hebben eigenlijk allerlei monitoren waarbij we in de stad verschillende dingen meten. Bijvoorbeeld de wijkmonitor. Wordt op allerlei vlakken gekeken van veiligheid, openbare ruimte van alles. Nou, hoe meet je het? Ga je het aan de daarin, mensen vragen? Ja, dus ja. Daarin worden eigenlijk vragen aan Rotterdammers gesteld over of zij anderen accepteren, of zij zien dat mensen elkaar accepteren en of zij zich geaccepteerd voelen. Ja. Noemen we eigenlijk de acceptatiemonitor. Het tweede wat we doen, we vullen dat aan met kwalitatief onderzoek. Dus we met verschillende groepen gaan we daarop nog extra in gesprek over al deze thema's en te vragen hoe zij dat zien in onze stad. En de laatste is, we hebben ook allerlei, we doen niet alles zelf als gemeente, we besteden ook een aantal grote opdrachten uit. Bijvoorbeeld aan ons antidiscriminatiebureau en we vragen hun ook te meten van hoe effectief zijn eigenlijk de dingen die zij doen. Dus zij, en eigenlijk al die dingen bij elkaar geven ons een beeld van hoe het er in onze stad voor staat en wat ons beleid daarop beïnvloed is.